Welkom bij aflevering 17 van Hennessy. Ja, 2-0 vergokt van Heracles. Ja, jammer, want we speelden best wel goed, vooral de tweede helft. Maar ja, je kreeg hem wel in je... Hè? Je weet wel. Ik vond het hele team wel behoorlijk spelen. Er waren niet echte uitblinkers, maar ook geen hele zwakke broeders bij. Favoriete Van Haken, tegen lat op of tegen Paul en die Maggi. Het zat niet echt mee. Ja, het is jammer. Oh, Den Haag, mooie stad, achter de duinen. Maar er klopt helemaal niks van, want achter die duinen zitten alleen maar Belgenezen. Ja, ik heb echt te doen met die trainer van Den Haag. Die Celto Patsonfiets. Ze willen die Chinees, Heulwan, het liefst achter het behang van John van Zweden plekken. De ADO-selectie gaat na afloop van de wedstrijd naar de afhaal Chinees. Ho hu! Ze kregen met de OVJ-kaart een rijsttafel en een kalender aangeboden. Daarna gaan ze naar de ophaal Chinees, Heulwan, voor hun salaris. Kind van de club. Ton Beugelsdijk mag niet meedoen. Hij is geschorst. Als hij rustig blijft, mag hij weer. Misschien gaat in de rust Litouwer nog even zingen. Voor die Chinees Wang. You never walk alone met de groentevak. Scheidsrechter is Jochem Kamphuis, 30 jaar. En ik kom uit Groningen. Speelde als 16-jarige bij Noordwolde. Scheurde zijn kruisband en is na revalidatie gaan fluiten. We zijn benieuwd. Quincy doet niet mee, want hij had een grote mond gehad op de training. Hij kreeg de roevende trainer. De shooters krijgen lekkers en een basisplaats. Haagse hopjes, we vreten ze op. 2-0 voor onze jongens. Hou je en prettige wedstrijd tot volgende keer.